Als internationale student een woonruimte vinden is best lastig. Avans-medewerkers beginnen daarom hun huis met deze studenten te delen. Maar niet elke medewerker woont natuurlijk in een bruisende stad. En zo kan het gebeuren dat je ineens in het dorpje Chaam woont. Living in Chaam, it's like a surprise. Usually in China, it's very crowded and we have to live a busy life. So my dream is like living in a village, you know, in a house with some trees. And so when I moved here, I felt like, oh, my dream come true. It's so quiet here. Ja, voelt in ieder geval niet als werk. Het is toevallig wel dat, dat zij ook op Avans school studeren. Maar ja, het is gewoon hartstikke leuk om die meiden in huis te hebben. Maandenlang zochten Ping en Yao naar een woonruimte in Nederland. Eén dag voor vertrek was het ze dan toch nog gelukt. Eenmaal aangekomen bleek het geen ideale plek te zijn. Op een dag escaleerde het tot een enorme ruzie met de huisbaas, waarbij de politie werd geroepen. That was a nightmare. And later I took a mattress upstairs to my room and I settled down Yao in my room. I just want to make her to feel more safe. Yeah, but we couldn't sleep that night. Yeah, it was horrible. De meiden werden door Avans met spoed uit het huis gehaald om uiteindelijk bij Lia in te trekken. En dat bevalt best goed. I think a lot of love. A lot of support. She's always nice, thoughtful, and she's friendly. She have done a lot for us. And now she makes me feel that I'm one of her family member. Ik vind het verrijkend ook voor mijzelf, want ja, Ping en Yao zijn alle twee erg open ook in hoe het is in China, hoe ze hier de cultuur ervaren. En ja, dan gaat er voor mij ook weer een nieuwe wereld open. Dat Chaam met het OV redelijk ver van de school is, vinden de studenten niet zo erg. Ze zijn al lang blij dat ze eindelijk een plekje hebben waar ze zich thuis kunnen voelen.